Waar komt onze fascinatie voor dieren vandaan? Dit is de Universiteit van Nederland. Mensen zijn gefascineerd door dieren. Altijd al. Sterker nog, mensen zijn vanaf de allereerste begin zijn geobsedeerd door dieren. Vanaf de oudheid zagen we overal dieren om ons heen. En in de ijstijd waren dat natuurlijk ook behoorlijk grote dieren. Dieren op wie we konden jagen, de mammoeten. Dieren die op ons jaagden, zoals sabeltandtijgers. Inderdaad, er waren veel meer dan nu eigenlijk. Veel meer zeker dan wij hier in het Westen gewend zijn. Er waren overal dieren om ons heen. En het was goed dat we die constant in de gaten hielden. Maar er waren niet alleen dieren die we om ons heen zagen, ook als we iets verder naar boven keken, allerlei natuurverschijnselen, daarvan vermoeden we dat die iets met de natuur en in die zin iets met dieren te maken hadden. Hadden dieren ook niet te maken met donder en bliksem en had dat niet met goden te maken en op die manier ook met dieren? Nou ja, dat was misschien een vraag, maar als we vervolgens nog verder naar boven keken, naar de sterrenhemel, shit, daar zaten weer dieren, nog meer dieren. Kijk maar, u ziet het onmiddellijk, toch? Wat is dit? Wie herkent hem? Kom op, de grote beer natuurlijk. De grote beer. Mensen in de oudheid zagen veel meer dieren daar. Die zagen vissen, die zagen steenbokken, die zagen leeuwen, die zagen grote en kleine beren. Overal zaten dieren. Het was werkelijk niet te geloven. Daar hebben we natuurlijk nog steeds de dierenriem aan te danken. Maar niet alleen dieren om ons heen. Ook toen we zelf cultuur gingen maken. Het allereerste cultuur, toen we langzaam maar zeker gingen proberen te schilderen op de rotsen die we hadden. Wat gingen we schilderen? Ja, een enkele mens, een enkel voorwerp, maar vooral dieren. Natuurlijk, dieren. We zijn werkelijk geobsedeerd door dieren. En wat dat betreft is het vrij logisch dat de bekende Engelse cultuurwetenschapper John Bircher zich in 1979 de vraag stelde: waarom naar dieren kijken? Ja, het is zo'n simpele vraag. Maar echt briljante wetenschap begint natuurlijk met het stellen van hele simpele vragen en te proberen daarop hele fundamentele antwoorden te geven. En Bircher was eigenlijk de eerste die heel basaal die vraag stelde. Waarom naar dieren kijken? Ik heb een filmpje voor u meegenomen van een seconde of 10... waarin hij het allereerste antwoord probeert te geven. En het is een filmpje van Bircher die nog steeds leeft in Zuid-Frankrijk en die hier even aan het woord wordt gelaten. Why are good animals? To be reassured or confirmed by the way that they look at us. Because nothing else can look at us and nobody else can look at us as they do. Ja, daar begint het antwoord. We kijken naar wezens die niet wij zelf zijn en die terugkijken. En daar zit een deel herkenning in. En voor een deel zijn ze zo compleet anders. En daar gaat Bircher natuurlijk in zijn essay verder op in. Wat is dan de crux daarvan precies, van die fascinatie? Maar waar Bircher vooral op ingaat is, je ziet het misschien al een beetje, Bircher was niet een cultuuroptimist. Waar hij vooral op ingaat is het feit dat de blik van dieren, het één op één in de ogen van andere dieren kunnen kijken, dat is eigenlijk voor ons niet meer weggelegd, dat is verdwenen. Dieren zijn in onze westerse wereld langzaam maar zeker uit ons directe gezichtsveld verdwenen. En dat is naar Bircher's idee, ik zei al, hij was een Engelsman, dat is naar Bircher's idee verdwenen toen wij de industriële revolutie kregen. Eerst in Engeland natuurlijk, in de 18e eeuw, vervolgens over de hele westerse wereld. Dat is het moment waarop we in een sterke geurbaniseerde omgeving gaan samenklitten en waarin de wildernis en eigenlijk ook de veeteelt naar de marges van het bestaan van heel veel mensen worden weggedreven. We zien geen dieren meer in onze natuurlijke omgeving. Dat zijn we kwijtgeraakt. Betekent dat we ook
onze fascinatie zijn kwijtgeraakt? Uit het oog, uit het hart, om zo maar te zeggen? Nee, helemaal niet. Helemaal niet, zegt Berger. Je ziet eigenlijk een aantal fenomenen die alleen maar groter zijn geworden in de loop van de afgelopen eeuwen na die industriële revolutie. Kijk aan de ene kant bijvoorbeeld naar dierentuinen. En kijk aan de andere kant bijvoorbeeld naar media over dieren. Naar beelden van dieren die we zelf maken. Alleen zegt Berger, dat zijn wel een soort van second-hand ervaringen. Dat zijn natuurlijk niet de echte dieren. Onze obsessie is gebleven, maar omdat dieren verdwenen zijn, gaan we een soort van ersatsdieren of ersatsbeelden van dieren produceren. Het is niet meer het echte dier. Ja, dat is tot op zekere hoogte natuurlijk waar. Maar betekent dat het niet meer is dan alleen maar een tweedehands vervanging voor het origineel? Dat is een beetje de vraag. Laten we even dieper kijken naar überhaupt het ontstaan van die fenomenen. Te beginnen met dierentuinen. Die moderne dierentuinen die ontstaan in het Westen ergens in de eerste helft van de 19e eeuw. 1838, een van de allereerste dierentuinen hier in de westerse wereld. Hè. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, zeker als je daar met de blik van nu naar kijkt, zitten daar nog duidelijke schaduwen in van neocoloniale overheersing. Dat wil zeggen dat we natuurlijk dieren uit onze, zeker voor Nederland natuurlijk, uit onze kolonie halen. Dieren uit de gebieden die wij veroverd hebben, om die hier tentoon te stellen en om iets van onze macht te laten zien. Aan de andere kant, zeker in die 19e eeuw, waarin je de opkomst van de natuurwetenschap in hele sterke mate ziet, is het ook een wetenschappelijke belangstelling die gaat spelen. We vragen ons af wat dit eigenlijk voor wezens zijn. 1859, de publicatie van On the Origin of Species, Darwin. Ja, natuurlijk. Ja, we kunnen ons nu niet meer voorstellen, maar dat was een bom in de westerse wereld. Wij waren niet van God gegeven evenbeelden. Wij waren dieren. Wij waren verwant aan die andere levende wezens. Wij waren verwant aan die dieren aan de andere kant van de tralies. En in de 20e eeuw heeft zich dat doorgezet. Hè? Toen realiseerden we ons steeds meer dat met name als we tegenover apen stonden, dat we eigenlijk in de spiegel keken. Dat dieren waren die voor een belangrijk deel allerlei overeenkomsten hadden met onszelf. Heel nauw aan ons verwant waren. Met andere woorden, voor het eerst zijn dieren geen objecten meer, maar zijn het ook subjecten, zijn het andere subjecten geworden. En dat betekent dat we ons meer en meer gaan afvragen van, ja, maar waar komen die dieren eigenlijk vandaan? Waar leven die dieren eigenlijk en hoe leven ze eigenlijk? En godzijdank, precies op dat moment komt er een medium uit dat ons dat kan laten zien, de film. Eind 19e eeuw, de opkomst van de film. En voordat we daar ook wilde dieren te zien kregen in die bioscoop, realiseert u zich misschien, als u filmkenner bent, opeens dat de allereerste films, toen het eigenlijk nog losstaande beelden waren, dat was van paarden. Dat waren die beelden van Edward Muybridge in Engeland, die foto's van paarden achter elkaar probeerde te zetten om iets van de beweging van dat dier inzichtelijk te maken. Dus ook bij film begon het weer bij dieren. En vervolgens in de 20e eeuw is een van de eerste genres die ontzettend populair wordt in de bioscoop, dat zijn de jachtfilms. De jachtfilms die voor een deel weer een verbeelding zijn van de neocoloniale tijd. Het is de tijd waarin het weer blanke mannen zijn die vreemde wildernis ergens ver weg gaan ontdekken, gaan veroveren. En die de wilde dieren, ja dat is nu helemaal nodig, die de wilde dieren die daar rondlopen, die zo gevaarlijk zijn, gaan omleggen. Het zijn helden die we zien in de films, in het filmgenre van de jachtfilm, dat in die eerste decennia van de 20e eeuw razend populair wordt. Kijkt u maar even. Ja, dat zijn films eigenlijk die we ons nu helemaal niet meer kunnen voorstellen, of beelden die nu totaal impopulair zijn. Als we ze te zien krijgen, als iemand dit nog flikt, dan ontstaat er een enorme commotie om. Maar in die tijd was dit een razend populair genre, want dit waren beelden. Ja, niemand ging nog op safari. Dit waren beelden van plaatsen en van omgevingen, van dieren, van wilde dieren, die niemand ooit, behalve dan in de dierentuin, had gezien.
Alleen, het interessante is dat die jachtfilms even een paar decennia populair zijn en vervolgens in populariteit opeens verdwijnen. En dat zou best eens te maken kunnen hebben, denken sommige theoretici, met de voortgang van de technologie. Langzaam, u ziet hier, het zijn hele korte films, waarin de filmer op dezelfde positie van de jager staat, heel ver weg van het dier. Langzaam maar zeker ontwikkelen we dingen als telelenzen, waardoor we het dier dichterbij kunnen halen. Waardoor we het dier, in John Berger's termen, letterlijk in de ogen kunnen kijken op het moment dat hij neergeschoten wordt. Dat is geen prettig beeld. Die films verdwenen en die maakten in de tweede helft van de 20e eeuw, in de bioscoop, in de film, maar ook op televisie, dat andere opkomende medium, maken ze plaats voor een heel ander soort natuurfilms. Films die door de technologie mogelijk gemaakt, die de individuele levens van dieren volgen. En de technologische ontwikkelingen als vergroting of verkleining, die we opeens tot het extreme kunnen doorvoeren, maar ook versnelling of vertraging, brengen opeens de levens van dieren die op een totaal andere schaal leven, dan wel in termen van grootte, dan wel in termen van tijd, opeens dichterbij. En een heel mooi voorbeeld daarvan is een film die in 1996 uitkomt en die eigenlijk het begin is van de enorme revival van natuurdocumentaires, ook in de bioscoop. En dat is een film getiteld Microcosmos. Dat was een film van een tweetal Franse documentairemakers die insecten in de hoofdrol zetten. We volgden een aantal kleine insectjes in de loop van hun leven. En doordat we die van zo dichtbij en zo langdurig konden volgen, waren we opeens daardoor gefascineerd. Maar wacht even, dachten andere filmmakers ook, als insecten al zo boeiend kunnen zijn, hoe zou het dan zijn wanneer we vogels die op totaal onherbergzame plaatsen leven, daar het hele jaar door te volgen, aan de polen, en te kijken hoe zij hun gruwelijke leven daar toch uiteindelijk weten te volbrengen. March of the Penguins, begin van de 21e eeuw. Een van de populairste documentaires aller tijden. En vervolgens dachten we, wacht, wat zou het leuk zijn als wij mee konden, wat we altijd al gewild hebben, als wij mee konden vliegen met vogels. En het vanuit hun perspectief naar de wereld zouden kunnen kijken, een beetje in hun leven zouden kunnen krijgen. Earthflight, wat een enorm succes wordt op de televisie. Of zou het niet leuk zijn, wij in Nederland gewoon, als we op dat kleine stukje daar ergens in de polder, in de Oostvaardersplassen, als we daar het leven zo dichtbij zouden kunnen halen en zo zouden kunnen indikken dat we mee kunnen leven met de dood van het zwarte veulen. En in die zin moet je je afvragen of Berger eigenlijk nog wel gelijk heeft, of dit second-hand ervaringen zijn, of dat de technologie, de audiovisuele technologie van vandaag, ons niet inzicht geeft in de levens van andere dieren op een manier die we met het blote oog op geen enkele andere manier hadden kunnen zien. Waar we nooit toegang toe hadden kunnen krijgen, anders dan via de media. Het is niet alleen maar een second-hand ervaring, het is ook een ander soort van ervaring, dat ons inkijkjes geeft die we op een andere manier niet hadden kunnen krijgen. Die ons overigens wel weer kritisch laten kijken naar die dierentuinen waar ons fascinatie ooit letterlijk begon, toen we daar oog in oog met dieren stonden. En die ons doet afvragen of, nu we die wildernis gezien hebben, of die dieren die we daar uitgehaald hebben in een dierentuin wel echt gelukkig kunnen zijn. Goed, dat is een vraag die ik voor nu even in het midden laat. Interessant is dat de constatering, ja, dieren zijn voor veel mensen uit onze directe omgeving verdwenen, maar dat wil niet zeggen dat onze fascinatie voorbij is. Integendeel, we doen alles om toch ons met beelden van dieren te omringen en daarover na te denken. De vraag is dan natuurlijk, is dit toch niet een artificiële manier? Zijn dit toch niet beelden die speciaal door mensen en uiteindelijk dan ook speciaal voor mensen gemaakt zijn? En geeft dat dus niet een bepaalde blik op dieren en op de wildernis? En wat is daar eventueel mis mee? Dat lijkt mij een goed onderwerp voor